je ergens naartoe? Ik ga naar mijn werk. En dat werk is? Dat is ik begin in Leeuwarden. Oké. En dan heb ik straks een vergadering in Groningen. Oh, dat is heel flexibel van werkplek naar een andere werkplek. Ja, dat klopt. Ja. Ben ik natuurlijk heel benieuwd in dit programma wat u voor werk doet. Ik werk bij de douane. Oké. Ja, en mijn werk bestaat uit het surveilleren op het water en op het land. Ja. Ja, want als je douane, dan denk je al heel gauw aan Schiphol of de landgrenzen, ja, die nog zijn. Maar we hebben ook hier in het noorden natuurlijk vrij veel douane met zo'n grote kust. Ja, want Schiphol en hier kun je wel vergelijken, want het heeft allebei een buitengrens. Ja. En de buitengrens van de Europese Unie, die er moet toezicht zijn en controles. Ja. En hoe moet ik dat dan zien? U gaat dan echt op pad met een patrouille? Of? Tot voorheen, tot juli was ik werkzaam op een douaneboot, de Stormeeuw. Die kent u misschien wel, die lag in Harlingen. Ja. En die is nu wegbezuinigd. En in de plaats daarvoor hebben we twee snellere boten in de vaart. Ja. En daar ben ik ook bezig om dat opleiding om die boot te leren. U zegt dat wegbezuinigd, twee kleinere boten, bezuinigingen. Wordt dan altijd alles beter? Of? Dat moet u even aan mijn baas vragen. Dat Nee, maar u moet daar, de mensen van de werkvloer moeten erin werken, zeg ik altijd. Was de grote boot mooier of de kleine bootjes ook wel? Nou, het heeft zijn voor- en nadelen. Een kleinere boot, deze is veel sneller. Dus als er iets gebeurt in de buurt van Terschelling, dan zijn we daar heel snel. Onze taak is het controleren van onder meer zeiljachten die van zee naar binnen komen hier. Ja. En dan gaan wij aan boord kijken waar komen ze vandaan en wat voor goederen hebben ze bij je. Ja, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. En misschien bij de kust hier in het noorden nog wel vaker dat bootjes wat anders bij zich hebben dan de uitrusting voor het schip zelf. Dat komt wel eens voor, ja. 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 En dan moet je met name denken aan drugs. Ja. En daar ben ik altijd wel heel benieuwd naar. Letten jullie dan op dat ze verdacht varen? Want ja, in de zomer dan tilt het natuurlijk op van een boot. Of afwijkende tijden. Als een zeiljacht 3000 kilo hash aan boord heeft, dan ligt hij al wat dieper in het water. Dat zou al iets kunnen zijn dat je denkt, hey, dat is niet helemaal normaal. Nee. En dan gaan jullie erop af, want je kunt onmogelijk op alle bootjes afgaan. Het is puur op deze, die ligt dieper. Nou, heeft niet zijn schoonmoeder aan boord. Ja. Vingerspitsengevoel. Ja.